Op vrijdag 25 en zaterdag 26 september vond in de Jarrebus in Utrecht voor de vierde keer het grootste talenfestival van Nederland en Vlaanderen plaats. Het Dronkhoff Talenfestival, dat door zo'n 2500 belangstellenden werd bezocht. Het festival biedt allerlei informatie op taalgebied, zoals meertaligheid. Hoe is het festival eigenlijk ontstaan? Het is ontstaan omdat ik heel erg veel van taal hou en taalwetenschapper ben. En heel erg blij ben eigenlijk met een samenleving waarin zoveel talen gesproken worden. En het me zo ontzettend leuk idee leek om dat allemaal bij elkaar te brengen. En toen we daarmee begonnen, 4 jaar geleden nu, toen bleek eigenlijk dat alle organisaties waar we langs gingen met dat idee, dat die ook allemaal aanvoelden dat daar iets in zat. Dus toen werden we zelf ook steeds enthousiaster en overtuigder dat het ging lukken. En toen zijn we het gewoon gaan doen. Een van de deelnemers aan het festival is Galit Moritz, taalwetenschapper aan de Universiteit van Leiden. Hoe is hij bij het festival betrokken geraakt? Nou, ik ben erbij betrokken geraakt door Maaike Verrips. Die heeft mij uitgenodigd. En ook door andere mensen die bij de organisatie betrokken zijn. Die hebben mij uitgenodigd om hier een presentatie te houden over mijn onderzoek. Onderzoek dat ik in Gouda verricht naar Marokkaans-Nederlands. En dit is een goede mogelijkheid om dit onderzoek, wat toch wel populair is. Waar iedereen het dagelijks leven wel mee te maken heeft. Om dat onder de aandacht te brengen en om te kijken hoe dat nou wetenschappelijk zit. Nou, ik heb een kleine organisatie, de Taalstudio. En die organiseert en doet eigenlijk allerlei projecten op het gebied van taal. En ook het beter bekendmaken van wetenschap en onderzoek wat naar taal gedaan wordt. Dus dat is eigenlijk onze core business. Ja, ik heb de resultaten die ik tot nu toe heb ik geprobeerd hier heel kort samen te vatten. Voor een algemeen publiek. En dat is hartstikke leuk om dat te doen. Ja, dat is ook wel. Ja, want je kan het niet in moeilijke, zeg maar, wetenschappelijke taal gaan doen. Nee, dat is eigenlijk wel de moeilijkheid. Want je bent natuurlijk gewend aan een bepaalde terminologie, een bepaald publiek. En nu moet je dat, zeg maar, in lekentaal uitleggen. En dat is wel de uitdaging. En het is ook wel leuk om dat te doen. Ja. En in 7 minuten? En heel kort. Dus je moet je echt aan het format houden. Dat is inderdaad 6 minuten en 40 seconden om precies te zijn. Dus je moet echt heel precies zijn. Wij kozen juist voor een festival omdat over taal altijd zo zwaarmoedig en zo zwaar op de hand en streng en zo wordt gedaan. En taal is juist, de vitaliteit van taal is eigenlijk wat we hier willen vieren. En dat betekent ook dat we die meertaligheid natuurlijk heel erg vieren. Maar dat betekent ook dat we niet, ja, het gaat ons er niet om of het allemaal volgens de regels is. Maar het gaat ons om hoe mensen met taal leven en hoe ze taal ook. Wat je hier ziet is dat er dus ontzettend veel organisaties zijn die in hun werk heel veel doen met taal, taal nodig hebben of heel veel taaldiensten bieden. Dat is eigenlijk geen enkele andere plek waar je dat te zien krijgt. En we hebben dus voor een festivalvorm gekozen om het vrolijke en het lichte daarvan ook te laten zien. Ik denk dat het festival heel divers is, dus je hebt van alles en nog wat. Alles heeft met taal en meertaligheid te maken. Dat maakt het natuurlijk heel interessant. Nederland is super meertalig. En ik denk dat zo'n festival alleen al zo'n festival bijdraagt aan de bewustwording van de meertaligheid van Nederland. Daarnaast is het natuurlijk ook een uitgelezen mogelijkheid voor mensen die met taal bezig zijn om reclame te maken. Of om mensen te betrekken bij de activiteiten waar ze mee bezig zijn. Dus, Ja, ik denk toch aan de ene kant is een programma wat een heleboel internationale sprekers, zeg maar, de hoogtepunten van wat is er eigenlijk gaande in de taalindustrie bijvoorbeeld, waar mensen niks van weten. Maar aan de andere kant toch ook wel vooral de ontmoeting tussen mensen die op heel verschillende manieren met taal bezig zijn. Van schrijvers, journalisten, maar ook logopedisten, onderwijzers, wetenschappers. En dat is ook wat we steeds terugkrijgen van mensen, dat ze het zo leuk vinden om die breedte te zien. Ook de breedte aan alle talen die er gesproken worden hier. Maar ook de breedte van al die soorten manieren waarop je daar je vak van kan maken. Spreek jij ook meerdere talen? Ja, ik spreek ook meerdere talen, ja. En welke precies? Engels. Nee, ik spreek, ik spreek ook Engels, maar daarnaast spreek ik ook mijn moedertaal, zeg maar het Berber.
Een beetje Arabisch, een beetje Frans en een beetje Duits. Ja, ja. Als een gemiddelde Nederlander eigenlijk. Ja, zoiets, ja. Denk ik. Dan wij spreken geen Berbers. Nee, tenminste, de meeste van ons niet. Nee, dat is het grote verschil en dat is een groot gemis voor Nederland. Ik zou zeggen, alle Nederlanders moeten Berbers leren vanaf nu. Het is een grotere verbreding van de soorten organisaties en de soorten onderwerpen waar we mee te maken hebben. En ik hoop dat er nog veel meer en een nog veel diverser publiek ons zal weten te vinden. Dus ik ben ook heel blij dat we nu bij Amazigh TV zijn.